We hebben een vleeskuikenbedrijf van 310.000 vleeskuikens. Voor de uitbreiding hadden we dus uh, vijf stallen, van een totaal uh, 160.000 vleeskuikens. Dan hebben we een uitbreiding gerealiseerd van drie nieuwe vleeskuikestallen van elk 15.000 vleeskuikens. Dus in totale capaciteit komen we dan neer op uh, 310.000 vleeskuikens. Eendagskuikens worden aangeleverd door Bellewood en David. De voer wordt aangeleverd door de heus en de afzet van het vlees wordt ook gedaan via de heus. Voor het technisch gedeelte hebben we gekozen om dit allemaal in één centrale werkgang te plaatsen. Dit voor het arbeidsgemak en voor de hygiëne. We komen maar één keer binnen en van hieruit 200.000 kuikens verzorgen zonder dat we buiten komen. De eist in een nieuwe lastenboek dat alle nu gebouwde stallen voorzien zijn van daglicht. Van alle systemen hebben we met elkaar vergeleken. En daaruit hebben wij zelf een beetje geconcludeerd dat de inlaat van daglicht via de Zijmuur het schoonste verdeeld licht geeft in de stal ten opzichte van uh, lichtplaten. De verduistering van het daglicht gebeurt uh, via zeilen die we aan de buitenzijde van de muur hebben gemonteerd. Naargelang dat uh, de, de helderheid van het licht buiten, kunnen we deze verder dicht laten gaan of verder open laten gaan. Voor de verlichting van de stal hebben we gekozen voor het Hato Corax uh, verlichtingssysteem. Dit is een LED-verlichtingssysteem met heel veel lichtpunten, waardoor we een heel egaal licht en uh, dus geen schaduwplek in de stal gaan krijgen. En doordat het een LED-verlichtingssysteem is, ligt ons verbruik heel laag ten opzichte van een traditioneel verlichtingssysteem. De warmtewisselaars die we hebben gekozen voor onze nieuwe pluimveestallen zijn van uh, Agro Supply. De reden dat we deze hebben gekozen is omdat we in oude stallen ook overal uh, Agro Supply warmtewisselaars hebben en uh, we zijn hier tevreden van. De reden dat we hebben gekozen voor twee warmtewisselaars per stal in plaats van één is omdat we dan met twee warmtewisselaars één op één vierde en één op drie vierde van de stal kunnen plaatsen en daardoor kunnen we de lucht rustig houden in de stal. Anders zitten we op één plaats eens zoveel kubus lucht af te zuigen als we nu op twee plaatsen af kunnen zuigen. We hebben gekozen voor de Stine PL 9500 klimaatcomputer in onze nieuwe stallen. Dit is een touchscreen computer. De reden dat we hiervoor hebben gekozen is dat we hebben overal ook weer de Stine computer al geïnstalleerd in de oude stallen. Hierdoor is het gemakkelijker voor deze nieuwe stallen. We hebben die vleeg zelf kunnen we installeren, de programmaties en alles ken ik er zelf van. We hebben gekozen voor de VDL Valenta Pan. Deze dat is een zeer lage pan. Dus een makkelijke instap voor de kuikens en een pan. We hebben drinknippels van Impact geïnstalleerd in onze stallen. Dus hebben uh, we gekozen vooral omdat we die in de bestaande stallen ook overal hebben. Dus een goede nippel die voldoende water geeft en toch geen overbodige vermorsing van water geeft. Uh, voor de luchtinlaat hebben we gekozen voor het uh, Stine Aero Wing ventil. Omdat we een cascade -regen geïnstalleerd hebben. Dus één op de drie ventielen gaat bij de minimumventilatie open. Dus omdat het een klein ventiel is, kunnen we die in één keer ver genoeg laten opengaan. Zodat de lucht ver genoeg in de stal kan geworpen worden. Voor de ventilatie hebben we gekozen voor 30% nokventilatie en 70% op de lengte. Dat is een combinatie van lengte en nokventilatie. Deze hebben we vooral gekozen voor de minimumventilatie overal in de stal gemakkelijk te laten verlopen. De capaciteit van de ventilatie is 5,5 kub per kilogram. Voor de verwarming van onze stal hebben we gekozen voor warmluchtkanonen. Hiervoor hebben we gekozen omdat dit een heel eenvoudig systeem is waar eigenlijk weinig onderhoud aan is. En dit is het energiezuinigste. De reden waarom we gekozen hebben voor een ondergrondse kadaverkoeling is voor het arbeidsgemak. Dus deze kunnen we gewoon door de dode kippen gemakkelijk in deponeren. En het uitzicht naar de omgeving toe is. Ja, je ziet er weinig van. De vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van onze drie nieuwe vleeskuikerstallen duurde vijf jaar. De reden hiervoor is omdat we kort bij het natuurgebied zaten en daardoor verliep de procedure zeer stroef. Ik ben tevreden met het resultaat wat we hier hebben neergezet. En ik hoop dat we hier nog jaren plezier van kunnen hebben.